Ja, naast ons huis is eigenlijk allemaal land en wij wonen aan de rand van het dorp. Dus ja, voor ons als we buiten gingen spelen, dan was er vaak wel een trekker in de buurt en dan konden we even meerijden. En ja, eigenlijk heeft me dat altijd wel aangetrokken, die grote machines. En als ik hier ben, ja, dan wat je eigenlijk zelf ook wel ziet, een gevoel van vrijheid en rust hier. Het is hier gewoon heel rustig en ja, dan loop ik hier graag rond. Vroeger dan maaide ik hier het gras wel en dan ben je ook uren bezig. Dat is gewoon ja, mooi om te zijn. Mooi om te zijn. Dat is heel iets anders dan een stad waar wij veel lawaai en drukte om je heen hebt. Dus ja, ik vind het wel leuk om hier te zijn of hier ja, rond te trainen en te fietsen, zeg maar. Het is niet zo dat ik de hele dag ja, aan de Giro denk. Het is vooral als ik op de fiets zit en ik ben weer met mijn sport bezig. En ja, dat zijn de momenten dat ik me heel erg bewust van ben waar ik mee bezig ben. Als ik hier ben, dan zijn er ook genoeg andere dingen. Ik kan me er nog weinig van voorstellen. Ja. Het is, ik heb een routeboek en daar kan ik alles op zien en ik praat met ploeggenoten die me hebben gereden en hoe het zal, waarschijnlijk zal gaan. En, maar ik kan me er bijna nog geen voorstelling van maken, dus ja, ik zie het wel gebeuren. Want waar train jij als je voor de Giro traint? Is geen berg te bekennen hier, joh. Heel weinig. Het is hier inderdaad vlak en wind, dus van wind word je ook sterk, hè, zeggen ze. Dus ja, voor de wedstrijden heb ik vrij veel omhoog gereden en dat is gewoon ook de beste training om, om dat verder uit te bouwen. En, ja. Dan, als ik hier dan thuis een beetje vlak train, dan ja, is dat wel voldoende. Het heeft ook met de rust te maken. Ja, ja. Je bent op jezelf aangewezen als je in het veld rijdt en ja, je hebt zelf de keuze. Wat je doet in principe en aan het eind van de dag kun je, ja, heb je in principe heel wat gedaan, dus ja, ik vind het wel leuk. Stel dat ik 15 jaar prof ben en ik ben nog geen 40, wat moet ik dan? Maar ja, vroeger zei ik altijd dat ik boer wilde worden, ja, in principe zou ik dat nog wel willen, maar ik denk als je reëel kijkt dat het misschien niet, ja, niet zo snel haalbaar is, maar ja, ik zie wel als ik klaar ben met fietsen, wie weet wanneer wat ik dan ga doen, maar boerenbedrijf, dat trekt me altijd nog aan.